Danny Post, je basisdebuut en jullie winnen gelijk. Ja. Ja, bestaat daar een causaal verband tussen die twee feiten? Nee, ja, dat is natuurlijk wel wat je voor ogen hebt. Het is altijd lastig bij Jong Ajax uit. En dat zei ik bij de laatste training ook al toen we elkaar spraken. En ja, ik denk dat we het gewoon echt een prima pot hebben gespeeld en een verdiende overwinning hebben. Ja, dodelijk effectief in de omschakeling vandaag jullie, hè? Ja, ze nemen veel risico ook in het voetbal, dus dat wisten we. Ik vond ons vandaag echt scherp verdedigen. Ook op die balletjes die ze graag spelen door het midden. En ze nemen gewoon veel risico in de opbouw en daar hebben we gebruik van gemaakt ook. Vond ons wat dat betreft erg sterk. En ja, het was vervelend dat we toch dat tegendoelpunt incasseerden. Ja, die valt eigenlijk uit het niets, hè? Even ja, voor rust. Ja, wij waren zelf eigenlijk klaar om weer een counter te gaan plaatsen. En, dus dat kwam op een vervelend moment. Alleen ja, dan ik was wel heel blij in de tweede helft dat we gewoon die 3-1 maken. En niet dat je dan met de billen geknepen nog die tweede helft in moet gaan. Ja, maar het stond aardig met jou op het middenveld. Had je dit idee zelf ook? Nou, dankjewel. Nee, ja, ik moet zeggen dat het gewoon, ik heb dat in de kleedkamer net ook gezegd. Ik vond iedereen erg sterk spelen vandaag. Het geloof, dat vond ik tegen Emmen toen ook al, het geloof om echt een resultaat binnen te halen. En dat was de tweede helft nu ook weer. Iedereen ging er vol voor, ook de wissels. Ja, dat is het mooie aan voetbal, als je het gewoon met z'n allen samen doet. En als ik daar mijn steentje kan bijdragen, kijk, ik heb natuurlijk daar wel een rol in, verbaal en ook gewoon qua fysieke duelkracht. En ik hoop dat ik dat langer over kan brengen op die jongens. Ja, je werd wel gewisseld, preventief natuurlijk, ook omdat je terugkomt, hè, na blessure leed. Ja. Maar had je het idee dat je zelf nog wel even lekker door kon gaan? Of nou, was het pijpje leeg? Het was wel aardig leeg, ja. Het was wel aardig leeg. Ik heb natuurlijk nu 2 weken volledig meegetraind. Nog niet heel veel wedstrijden gespeeld. Dus op zich valt het prima in de lijn der verwachting. En vrijdag zat ook alweer vrij snel voor de deur. Dus de pijp was leeg. Maar ik ben gewoon heel blij met deze overwinning. Ja, vrijdag speciale wedstrijd voor jou. Daar moet je ongetwijfeld naar uitkijken. Ja, heel speciaal. Zeker. Ik hoop dat ik de bal naar de goede kleur speel.